Van welk bedrijf bent u? Ik ben van Babylon Daken uit Almere. En wat doen jullie? Wij zien onszelf als een dakspecialist. Dus alles wat iemand nodig heeft op een dak, van renovatie tot aanleg van een groen dak, zonnepanelen, dat is wat wij doen. En doen jullie ook alleen het monteren of maken jullie zelf ook producten? Wij maken ze ook, ja. En wat voor verschillende producten? Wij hebben verschillende daken, want elk dak is verschillend. Dus het hangt van het dak af wat voor groen dak je plaatst. En dat kan een sedumdak zijn, het kan een woldak zijn, het kan een grasdak zijn. Het is een beetje afhankelijk van wat voor type dak we kunnen bekleden. Is er nog iets speciaals aan wat jullie doen? Nou, het speciale is dat het gewoon goed is voor het milieu en voor de wateroverlast wat wij nu hebben. Want een groen dak houdt water vast, dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat mensen ook vaak niet weten is dat een groen dak ook isolerend is. Het houdt warmte vast. Het is ook verkoelend. Dus dat is ook erg belangrijk. En het allerbelangrijkste is ook dat je dak langer meegaat, omdat het bedekt is. Als soort van zonnebescherming is het dan? Ja, ja. Tegenwoordig is een dak heeft natuurlijk heel erg veel last van de klimaatverandering. Ja. We hebben ander soort zon, we hebben heel veel regen. Dus een dak heeft daar heel veel last van. Nou, op het moment dat je hem bedekt met groen, dan is het en goed voor het milieu en je dak gaat langer mee. En hoeveel verschillende groene dakenopties zijn er? Ga eigenlijk uit van 3. Lichtgewicht, medium en een zwaar. En het is een beetje afhankelijk van je dakbelasting, hoe dik de ondergrond. En hoe dikker de ondergrond, des te meer en variatie kan je aanbrengen qua planten, et cetera. Ja, bedankt. Hallo. Hoi, goeiedag. Wat doen jullie? Wat doen wij? Wij leveren oplossingen voor kozijnen met hoge isolatiewaardes. Dubbelglas, trippelglas, kozijnen in de vorm van kunststof, aluminium. En waarom is dat goed voor het milieu? Omdat er wordt heel veel over gedubt, maar we kunnen natuurlijk energiebesparende maatregelen nemen. Zonnepanelen, warmtepompen, die zijn heel goed. We kunnen die goedkope groene energie in huis halen, maar we willen hem ook in huis houden. Dan zou je toch de woning moeten isoleren en kozijnen is daar een onderdeel van. En er is ook trippelglas, heb ik gehoord. Hoeveel duurder is het dan en hoeveel beter is dat? Dubbelglas heeft een waarde van 1,1 UGL. En trippelglas heeft een waarde van 0,6 UGL. Dus dat is een stuk beter te isolerend. Dus daar heb je nog meer profijten van. Welke soort huizen werken met jullie producten? Welke soort huizen? Nou, wij werken eigenlijk in de diverse markt. Wij werken in de business-to-business markt. Zo renoveren wij hotels, winkelcentra's, ziekenhuizen. Maar doen we natuurlijk ook de particuliere markt, woonhuizen. En dat kunnen zowel de rijtjeshuizen zijn, appartementencomplexen, als vrijstaande huizen. We hebben voor elke woning hebben wij wel een bepaald profiel dat het mooi bij het huis past. En in welk gedeelte van Nederland doen jullie dat? Eigenlijk werken wij gewoon door heel Nederland heen. Als wij iets leuks kunnen doen voor de klant, dan zijn wij ook bereid een stukje daarvoor te rijden. Wat doen jullie? Ik ben Maarten Jan van Samenstromen AC Wolde. Wij zijn een bedrijf die hebben een propositie in, nou, je ziet hem hier al staan, thuisbatterijen. Zonnepanelen, laadpalen, dat is eigenlijk onze hoofdtaak en dat bieden wij dus aan in de Zeewolde en de omgeving. En wat is nou het meest innoverende product? Ja, momenteel is natuurlijk een hot topic de thuisbatterij, hè, voor de thuisopslag. Nou, hier zie je een voorbeeld van een thuisaccu. Daar zijn momenteel heel veel mensen naar aan het kijken, hè, ook mede omdat de energiemarkt onzeker is. Dat je natuurlijk je eigen stroom met zonnepanelen onder je eigen dak houdt. En daar heb je veel meer grip en ben je veel meer onafhankelijk, laat ik zo zeggen. En welke capaciteitsopties zijn er? Oh, daar kan je heel veel in variëren. Hè. Dit is een systeem, je ziet het al een beetje hoe het is opgebouwd. Het is een beetje als met Lego steentjes. Hè. Dus je kan er gewoon stapelen naar gelang je, hoeveel je nodig hebt. Voor grotere huizen met mensen? Bijvoorbeeld, ja, mensen met een woning die veel energie gebruikt hebben vaak een grotere accu nodig dan een... En hoe zit het dan met hoe lang de accu meegaat? Met garantie en met wanneer de accu niet bruikbaar is vanwege de capaciteit die afneemt? Nou, kijk, een accu gaat natuurlijk niet onbeperkt mee. De meeste accu's die wij voeren, die kunnen in ieder geval 6000 laadcycli, vol, leeg, vol. Mee. En dat kan je vaak behoorlijk lang mee uit. En na die 6000 is zo'n batterij niet opeens stuk.
Alleen de capaciteit is minder, maar je hoeft hem niet weg te gooien. Dus, en dat is natuurlijk ook zonde. Ja. En was er nog gemiddelde tijd waarop die gebruikt gaat worden, voordat het niet meer slim is om hem te gebruiken? Ja, dat is heel erg afhankelijk van hoe je zo'n batterij inzet. Of je hem natuurlijk altijd leeg haalt en weer oplaadt, of dat je hem af en toe een beetje leeg haalt, een beetje oplaadt. Het heeft allemaal invloed op wat een levensduur. Dus met een auto, accu hetzelfde verhaal. Dus het is lastig omdat het is eigenlijk per huishouden verschillend. Ja. Ja. Ja, bedankt. Hallo. Van welk bedrijf bent u? Ik ben van Pluimisisolatie. Het gaat over woningverduurzaming. Dus we praten over spouwvloer, dak, glasisolatie. Isolatie wordt steeds belangrijker. Je kunt veel gas besparen, comfortabel wonen, minder last van vocht in de woning. Wat zijn de verschillende manieren waarop jullie isoleren? Als je praat over spouwisolatie, heb je verschillende soorten isolatie. Dus je praat over glaswol, je praat over steenwol, schuim. En dat hangt even af van de woning wat je hebt. Dus afhankelijk van het bouwjaar, hoeveel ruimte ertussen is. Dus, ja. En in welke gebieden van Nederland monteren jullie? Wij bestrijken heel Nederland. Dus vanaf de Waddeneiland tot onder in Limburg. Ja, dat kun je doorheen kijken. Dat is een glasvezel doek. Het doek is boven 1%. Hallo, van welk bedrijf bent u? Wij zijn van Postdeur en Zonwering uit Harderwijk. En wat doen jullie? Nou, wij verkopen en we plaatsen zonwering. Buitenzonwering, binnenzonwering, garagedeuren. Maar waar ons... De meeste kracht nu uitgaat zijn de rolluiken met solar. Heel duurzaam. Kun je op een ventilatiestand kun je die zetten. Het houdt heel goed de warmte tegen. Dus het is zonwerend, isolerend, inbraakwerend en geluidswerend. Maar voornamelijk doen we het natuurlijk voor de zon, want het houdt natuurlijk alles tegen. En ver het zonnepaneel hoef je hem ook nooit op te laden, neem ik aan. Nee, dus de zon die laat de batterij op. Daglicht heeft hij ook al voldoende aan. Maar voornamelijk als de zon schijnt, ja, dan gaat de batterij opladen. Nou, dan kan die met een volle batterij kan die zeker 100 keer open en dicht. Nou, als mensen natuurlijk rolluiken niet zo mooi vinden, hebben we ook screens. Nou, screens die houden 80% zon houdt het tegen. Nou, dan hebben we natuurlijk een doek. Het is een zonweringsdoek, het is een glasvezeldoek. Nou, dan heb je dat met verschillende lichttoelatendheid. Nou, de bovenste is 1%, de onderste is 3%. En dan kun je zien hoeveel zonne tegenhoudt. En hoeveel verschillende procent opties zijn er? Ja, het is 3%, 5%, maar het meeste verkocht wordt is 1% en dat houdt gewoon het meeste zon tegen. Ja, en we werken met Somfy. Somfy is een gerenommeerd merk qua aandrijvingen. En geven we 7 jaar garantie op de motoren, dus dat is natuurlijk best zo'n poos. Dus op de producten die jullie verkopen zit ook 7 jaar garantie? Niet op alle producten, maar op de Somfy. Motoren van Solar zit 7 jaar garantie op en de rest is 5 jaar garantie. Welke verschillende kleuropties zijn er? Nou, we hebben een hele kleurenpalet. Anthracite wordt het meeste verkocht. Daarnaast hebben we RAL 7021. RAL 7021 is een donker anthracite. Nou, en wit wordt ook nog heel veel verkocht. Maar je kunt beter een donkere kleur toepassen. Het houdt beter de warmte tegen dan een lichte kleur. Ja.